Dit is Drenthe Nu van donderdag 31 maart. Met vanavond onder meer de eigenaar van het Pipo-dorp bij Speelstad Oranje wil daar onderdak bieden aan maximaal 1400 Oekraïense vluchtelingen. Theaters kampen sinds de coronacrisis met lege zalen en komen in actie. En er komt meer winters weer aan, dus telers moeten hun gewassen beschermen. Dat is hem heel wat anders als gisteren. Het is koud, het regent wat en snijdt. Moet niet gekker worden. Het weer, zo geliefd, naar het Nijs. Goedenavond. Amres Baynat, een van de twee eigenaren van het Pipo-dorp bij Speelstad Oranje, is van plan om daar een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Nou, bij mij aangeschoven is verslaggever Josien Feitsma. Ja, Josien, het zou gaan om maximaal 1400 vluchtelingen. Hoe komt hij bij dit aantal? En dat aantal komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hij heeft het over 1200 tot 1400 vluchtelingen in totaal. Is een beetje te vergelijken met het aantal dat destijds in het asielzoekerscentrum werd opgevangen. Dat er van 2014 tot 2017 zat. Dat waren in het hoogtepunt ook 1400 asielzoekers. En je hebt het over natuurlijk ruim 250 huisjes op het park. Dus je hebt het ook wel over een fors aantal. Ja, zijn er inmiddels al vluchtelingen daar? Ja, volgens de eigenaar zitten er al 28 Oekraïense vluchtelingen op het park. De gemeente zegt ook dat er vluchtelingen al verblijven op het park. Hoeveel zij denken dat het is, dat laten ze even in het midden. Maar ik gok dat we ongeveer uit kunnen gaan van 28, voornamelijk vrouwen en kinderen. Ja, wat vinden inwoners van het dorp Oranje daarvan? Ja, dat is op dit moment echt de grote vraag. Vanavond is er ook een bewonersbijeenkomst. Om toch even te polsen hoe er naar gekeken wordt. Want het is officieel is er niks besloten. En de gemeente Midden-Drenthe, die dus ook die informatiebijeenkomst organiseert, die wil dus even polsen hoe hier naar gekeken wordt. En ook, ja, het zal waarschijnlijk wel de gemoederen bezighouden. Ja, gemoederen bezighouden, dat is natuurlijk al een tijdje gaande met allerlei plannen die er waren gedropt. Wat zegt de gemeente Midden-Drenthe daar verder over? Ja, de gemeente zegt tegen ons dat ze nog eigenlijk niet zoveel willen zeggen, omdat ze die informatiebijeenkomst vanavond willen afwachten. In het verleden waren ze wel fel tegenstander van huisvesting op wat voor manier dan ook. Als het gaat om arbeidsmigranten, als het gaat om een nieuw asielzoekerscentrum, als het gaat om vluchtelingenopvang. Dus zij staan niet te springen. Ze zeggen ook, ja, er zijn eigenlijk helemaal geen voorzieningen in de buurt. Want het is natuurlijk maar een klein dorp van een paar honderd man. Dus in dat opzicht hebben ze die signalen al wel afgegeven. Verder hebben we natuurlijk ook een paar raadsleden gebeld. En die gaan nog een stapje verder. Die zeggen, ja, het is eigenlijk gewoon chantage. Want die vluchtelingen zitten er al, maar er is nog helemaal niks besloten. Ja, hoe gaat dit nu verder? Wat denk jij? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Die informatiebijeenkomst vanavond, die zullen we natuurlijk even moeten afwachten. En verder loopt er ook nog een rechtszaak, omdat er ook nog een paar arbeidsmigranten op het park worden ondergebracht, die daar volgens de gemeente ook wettelijk nog niet thuis horen. Dus dat loopt ook nog op de achtergrond. Dus ja, dit zal wel een onderwerp zijn waar we de komende tijd nog veel van gaan horen. Ja, jij houdt het in de gaten. Josien, dank je wel. Ja, dan de theaters die worstelen met lege zalen. De voorstellingen trekken lang niet zoveel publiek als voor de coronacrisis. Ook Schouwburg Ochterop in Meppel kampt met lage bezoekersaantallen en wordt daarom gedwongen om in actie te komen. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Wij zijn twee medewerkers van Schouwburg Ochterop. Ik dacht het al. Ja, en we maken een rondje langs onze theatervrienden om ze een cadeautje aan te bieden. Het is een ludieke actie van Schouwburg Ochterop in Meppel. Bij de vrienden van Ochterop, een club vaste bezoekers, wordt een presentje en een bonbon langsgebracht als dank voor steun en betrokkenheid. De onderliggende reden is een serieuze. De Schouwburg worstelt met het binnentrekken van bezoekers, vertelt Schouwburg-directeur Nathalie Straatman. De voorstellingen lopen denk ik nu op zo'n 65% van wat we hadden van voordat we dichtgingen. Dus zelfs grote namen krijgen niet meer de aantallen bezoekers zoals we dat in het verleden gewend zijn. Het is een probleem dat meer theaters in Drenthe hebben. Ook in Assen, Coevorden en Roden is de opkomst minder dan verwacht. Straatman heeft een vermoeden waarom de stoelen leeg blijven. Nou, we merken wel dat iedereen wel weer terug moet komen. Hè? Het is nog niet in iedereen systeem om weer gewoon naar de theaters toe te gaan. En mensen zeggen van we willen wel, maar we zijn bezig met van alles. Een deel is ook nog wel gewoon een beetje angstig om corona. Er zijn nog steeds veel besmettingen. Een van de vrienden van Ochterop die verrast werd is Jelle Tadema. Hij vindt het een mooi gebaar vanwege de lastige jaren. Ik kan me wel voorstellen door de hele corona gebeurtenis dat het wel
ja, wat minder allemaal wordt. Een prima actie om op deze manier, denk ik, toch weer meer mensen te trekken. Want we hebben een fantastische schouwburg in Meppel. En ja, dat is zo leuk dat ja, die moet je gewoon eens een keer naartoe. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het theater zelf ook iets bedacht. Mensen kunnen nu een jaar gratis vriend van Ochterop worden. Dat geeft een paar leuke voordelen, zegt directeur Straatman. Ze krijgen de brochure sowieso thuis gestuurd, maar ze hebben ook eerder hebben ze recht om kaarten te kopen. Dus voor de populairdere voorstellingen is dat een voordeel. En op een groot deel van de voorstellingen krijgen ze korting. Tadema is ervan overtuigd dat Ochterop de zalen weer vol krijgt. Ik denk dat dat gaat gebeuren. En dat heeft niet alleen met het bonbonnetje te maken, maar gewoon het idee dat ze ook gewoon leuke voorstellingen over het algemeen hebben. Ik vind het zo leuk dat er altijd wel voor iedereen wat bij zit. Dus ga vooral. Het is altijd een beetje verdrietig als zoiets gebeurt. Omdat, nou ja, dit is met heel veel zorg en aandacht gemaakt. Ja, en wat er is gebeurd, dat ziet u zometeen. Ja, de handschoenen en mutsen kunnen weer uit de kast. En de voorraad strooizout, ja, die was al aangevuld voor volgende winter. Daarvan belandt vanavond nog een deel op de weg. Er is namelijk winters weer voorspeld. Het kan gaan vriezen en er wordt een pak sneeuw verwacht. Nou, verschillende telers nemen daarom ook maatregelen om hun gewassen te beschermen. Ja, we gaan naar verslaggever Ineke Kemper. Ja, Ineke, jij staat in Heiken daar bij de lelies. Hoe is het daar op dit moment? Nou, Herma, ik wil niet overdrijven, maar het is hier echt behoorlijk koud. Er staat een behoorlijke snijdende wind. Ik zag net in de auto dat het 1, 2 graden was, maar het voelt zo'n beetje min 3. Natte sneeuw erbij. Ik vind het verschrikkelijk, maar Gert Veninga, voor jouw lelies is dit beter dan een kraakheldere lucht en nog meer graden vorst, hè? Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Want dat is eigenlijk voor de planten is dat veel spannender. Nu hebben we er een beetje wind bij en dan krijg je gemengde lucht. En dan is het aan de, aan de grond waar de plantjes staan, is het minder koud. Voor ons is het gevaarlijkste bij die heldere nachten, dus overdag mooi weer. En dan dat het 's nachts kouder wordt. En dan, ja, dat is voor de planten is dat het gevaarlijkste. Dat wordt nog wel voorspeld, dat het nog kouder wordt, dat die wind wat weggaat. Dus je hebt maatregelen genomen. Ja. Een deel van je lelies heeft een warme deken gekregen, maar je hebt nog meer gedaan. Ja, we zijn al wat eerder, gisteren zijn we al wat begonnen met beregenen. Want toen wisten we ook nog niet hoeveel water er vandaag zou komen. Want dat scheelt ook. Als de grond vochtig is, dan kan de kou wat beter de grond in. En dan blijft het vlak boven de grond net even een tikje warmer. En dat scheelt ook. En dan hebben we zo het ene soort wat er nog weer wat gevoeliger is. Die hebben we dan wel, dat dekentje genoemd, daar hebben we het kleed over gelegd. En andere soorten die kunnen een beetje meer kou hebben en daar hebben we dat niet gedaan. Ja, want als je naar dit veld kijkt, het ene helft van het perceel heeft die warme deken, het andere helft heeft dat niet. Wat maakt het voor deze lelie nou niet nodig en voor die andere lelie nou, wel? Dit is een ander soort die gewoon iets meer kou kan hebben dan die onder dat doek zit. Over hoeveel kou hebben we het dan? Nou, het is een beetje tot een graad of 5, 6 onder 0 moet het zo hebben kunnen. Daar gaan we vanuit. Ja, je hebt ook telers die gaan er 's nachts uit, die gaan beregenen, besproeien. Kun jij nog iets doen of is het gewoon afwachten tot hoever die temperatuur zakt en hopen dat het goed komt? Ja, dat is, nou, dat is wat we nou doen. We gaan ervan uit dat het niet kouder wordt als dat. En dat is wat we doen. Ja, wat kun je nog meer doen dan dit? Nee, wij kunnen nou eigenlijk niet meer doen. Dat is meer voor andere planten die wat... Ja, die ook wat langer vaststaan, daar worden we eens andere maatregelen. Dat je dus ook tijdens de vorst gaat beregenen. Het kan wel. Sommige collega's doen het ook wel. Maar het is toch wel een beetje een lastige techniek voor ons. Dus dit is een beetje wat we doen kunnen. Risico van het vak, hè, zeggen ze dan. Ja, het is, elke landbouwer weet het. We werken met de natuur. En het is allemaal natuur inclusief. Het hoort er allemaal bij. Dus ja, we weten dat we zo nu dan hiermee te maken hebben. Ja, en dus is het de komende nachten afwachten hoe koud het wordt. Blijft het bij die min 5, min 6? Ja, dan komt het helemaal goed met die lelies. Ja, en of het dus inderdaad die min 5, min 6 of het kouder wordt, dat horen we straks hopelijk van Robert. Ja, Ineke, dankjewel. Snel naar binnen, weer lekker warm worden. Ja, dan in 11 jaar tijd is het gebroken cirkelkunstwerk dat bij de vindplek van het meisje van Ide staat meerdere malen vernield. Nou, de gemeente kijkt samen met de kunstenaar wat er deze keer weer moet gebeuren om het te herstellen. Want eind januari werd het kunstwerk opnieuw beschadigd. De grote vraag is even, wat doen we met het onderste glaselement, hè? Want hoewel alle glaselementen in de steen zijn vernield, is de blauwe er het ergst aan toe. Het is altijd een beetje verdrietig als zoiets gebeurt.
Omdat, nou ja, dit is met heel veel zorg en aandacht gemaakt. Deze steen is nu 2 keer vernield. Ook de informatiezuil moest er 2 keer aan geloven. En aan de onderkant van deze omgeduwde steen staat een inscriptie. De kunstenaar heeft de steen al 4 keer eerder op zijn plek gezet. En hij gaat straks voor de 5e keer, maar dan gefundeerd, nog een keer overeind om te hopen dat het dan eindelijk een keer klaar is. En de vraag is dan van, hoe lang kan je nog rukken, sjorren en sleuren voordat het een keer klaar is? Samen met de beleidsadviseur van de gemeente Tinalo bekijkt Dirk de vernielingen en hoe het hersteld moet worden. Al hoopt Dirk dat de glaselementen gewoon van glas kunnen blijven. Ik moet er niet aan denken dat er kunststofelementen in komen. Want er is een directe relatie tussen het materiaal van de zwerfkei en het materiaal waar deze glaselementen van zijn gemaakt. De bedoeling was dat mensen als het ware een beetje naar binnen kunnen kijken in de steen en plastic. Ja, dat is een beetje nep. De gemeente en de kunstenaar hopen dat het kunstwerk er snel weer als nieuw bij ligt. En dat het de komende jaren ook in alle rust zal blijven liggen. Ja, de winterjaars vast alweer in de modderbalden. En misschien zat niet in gedachten al wel op terras in de zon achter een koud glas bier. Nou, vergeet dat kolle pilsie maar even. Het wordt tijd voor glühwein dit weekend. Je kunt hier een raal al een beetje vernoemen. Het begint te snijden. En die snij wordt gedurende de dag, omdat de lucht al dreuger wordt, ook al wat vaster. Sommige plaatsen 2 centimeter en op andere plaatsen 5 centimeter snij vannacht. De temperaturen net in de 0. Morgen wordt zachtjes aan wat dreuger. Wat wel makkelijk is, is dat die sterke noordoostenwind aanwezig blijft. Vrijdagmiddag, dan wordt ietsje rustiger in de lucht. Dan krijgen we misschien zelfs nog een flat zonnigie te zien. Warmer als 5 graden, giet niet worden. Dan kijken we nog even vooruit. We hebben een paar koude nachten in het vooruitzicht. Zaterdag is droog en misschien in de middag hebben we er zelfs nog een zonnigie bij. Heel warm wordt het niet met een graad of 7. Die zon die laat zich zondag ook nog een beetje zien, maar dan is er ook kans op wat winterse neerslag. En ook dan zal het niet heel warm worden. Maandag wordt ietsje milder qua temperatuur, maar dan heeft de wind weer een belangrijke rol. Groeten van u de kerk van Raal en tot morgen. Robert, dankjewel. En tot zover het Drentse nieuws. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op rtvdrenthe.nl. Daar kunt u nu onder meer lezen dat er vorig jaar in Drenthe in totaal meer dan 37.000 flitsboetes zijn uitgedeeld. Nou, op de site staat welke flitspaal de meeste automobilisten heeft geflitst. Voor nu wens ik u een fijne avond en graag tot morgen.